Professor Broccoli was hier op uitnodiging van het IVN en liet kinderen zien hoeveel natuur er in Almelo is als je je ogen maar gebruikt. Too hard. Uit de tijd van de dinosaurussen. Ik ben hier uitgenodigd om een masterclass te geven over stadsnatuur. Dat is natuurlijk een abstract onderwerp, want de stad is nou niet dat je zegt de meest natuurlijke plek van de hele wereld. En toch hebben we vandaag met al mijn studenten heel veel natuur gevonden in de stad. Zo gauw een jong brein geïnteresseerd raakt in de wereld om zich heen, dan zul je zien dat ze interesses ontwikkelen. En vanuit interesses volgt kennis en vanuit kennis volgt ervaring. Dan hebben we de meest prachtige schepsels die heel veel voor de samenleving kunnen betekenen. Ja, deze boom was dus heel beroemd en ze zeiden, als je iemand kust onder deze boom, is de liefde voor altijd. Kun je het geloven? Nee. Wie wil het eten? Professor Broccoli is dat net aan het uitleggen. Ik weet niet of die kinderen het wel over gehad hebben, maar klimaatverandering, hè? Is daar ook wat over te zeggen door professor Broccoli? Ja, zeker in de stad. We hadden het vandaag over stadsnatuur. Klimaat verandert in de stad des te heftiger eigenlijk. En dat komt omdat we zo'n versteende omgeving hebben. Je ziet hier achter me ook allemaal bakstenen. En hier op de vloer liggen allemaal stenen en overal is asfalt. Daardoor wordt het in de steden warmer nog dan wanneer je in een bos loopt. Op een warme... Je krijgt een soort tropen in de stad. Ja, nogal. En dat is eigenlijk een groot probleem. Daarom is klimaatverandering is heel erg aan de orde in de stad. Twee dingen. Eén is dus de warmtestress. En het andere is de hemelwaterafvoer. Het gaat meer regenen in een korte tijd. En dat valt allemaal ook hier in de stad. Nou, in de bossen, de bomen zuigen het wel op. Maar hier heb je veel minder bomen. Yep. Professor Broccoli, mag ik u hartelijk danken. U komt nog wel eens een keer terug. Ik hoop het wel, want Almelo, het gaat toch een beetje in je hart zitten hoor. Waar ligt dat toch aan? Ik denk dat de mensen hier erg vriendelijk zijn. Ik denk dat dat het geheim is van Almelo. Zo. Eindelijk ontdekt. Dank u wel, professor Broccoli. Dank u wel.